Cruciale puntenverlies bij beide Twentse ploegen. En wat is nou de ergste blessure voor een voetballer? Het is 6 mei, dit is de eerste helft van 21 voetbaltijd met René Wagelaar, Roy Hoogenslag en Michel Jansen. Welkom bij 21 voetbaltijd, de voetbaltalkshow van FC Twente en Heracles. Elke week met René Wagelaar en deze week... En twee gasten. Met twee gasten erbij. Waar ik de meeste moeite voor heb moeten doen in al de tijd dat we voetbaltijd doen. Ja? Roy heb ik gevraagd in januari, die moest toen al vrij vragen. Voor vandaag. Ja, echt. Dus, en Michel, ik denk 28 keer Michel, zoiets. Dat je met school zat en met... Ja, weet je, was iedere keer wat? In het onderwijs krijg je geen vrije overdag. Nee, dat is het. Dat is het. Maar ik heb nooit op school gezeten, dus ik wist dat niet. Ja, ik denk, ik blijf maar vragen. Ja, wat en misschien kan je nog een opleiding doen bij Michel. Ja, wie weet. Misschien krijg je dan wel een papiertje. Moet snel zijn, maar het duurt nog maar een maandje. Dan doen we het nieuwe seizoen. Spoedcursus. Michel, Roy, leuk dat jullie er zijn. Ja, allebei wel een beetje een andere branche. Michel, jij werkt nu bij Dato, nog steeds in de voetballerij. Roy, jij bent clubarts bij Twente. Natuurlijk heb je dan ook wel een linkje met voetbal. Maar hoe kennen jullie elkaar, was ik benieuwd? Want jullie hebben wel een verleden met elkaar. Ja, van FC Twente. Ja? Ja. Ik ben in 2012 begonnen daar als clubarts. En jij zat daar toen al in de jeugd. Klopt. En kwam door naar het eerste. Ja. Toch? Ja, geen woord van geloof. Geen woord van geloof. Klopt. Hoe was die samenwerking, Michel? Wat kun je er nog van herinneren? Hebben jullie veel met elkaar te maken gehad? Nou ja, natuurlijk heb je als trainerstaf veel met de medische kant te maken. Prima samengewerkt. Ja. Volgens mij weinig ruis gehad in die periode. Jullie kunnen nog rustig naast elkaar Er was heel zitten. Veel ruis in die periode, maar niet op dat maar vlak. Maar dit niet. Nee. Oké, dat is fijn. Heren, Michel, jij bent al een paar keer eerder geweest. Roy, als ik me kan herinneren, niet toen ik erbij was in ieder geval. Michel is hier ook nog niet geweest, in de studio nog niet. Nee, in de studio nog niet. Nee. Je blijft me verbazen. Ja, hè? Kijk, dat zei hij net ook. Hij zei, blijf me verbazen dat we nu hier weer terecht zijn. Dat doe je ook bij mij elke week weer, hoor. Oh, nou is leuk. Ik zie het als een compliment. In positieve zin. Ja, dat bedoel ik. Als ik nu weer om me heen kijk, het wordt steeds beter. En we zijn nog niet klaar. Okay. Maar dat zal ik je nog wel een keer vertellen. We zijn nog niet klaar. Spannend, spannend. Nee, ik blijf ook gelijk bij jou, want jij mag elke week aftrappen. Je wilde het ditmaal gaan hebben over Heracles. Ja, ik heb gezegd met mijn grote bek van Heracles blijft er 100% in januari. En ik blijf er nog steeds bij dat ze erin blijven. Ja. Maar er doet zich een nieuw probleempje voor, denk ik. En dat is als je de selectie analyseert, en dat hebben de velen gedaan gisteren, denk ik, dat er een lijstje is waar je niet vrolijk van wordt voor volgend seizoen. Als ze niet flink de boer op gaan, want ik weet niet of we het lijstje hebben. Je bent even flink bezig geweest, je hebt ze even onder elkaar gezet. Nou, flink bezig, de realiteit, dat is dat Bakboord, Sonneberg, Sango, Roestic en Willems sowieso gaan. Ja. Wellicht weg, bezig met een transfer zijn Keersmaker, Brouwer, Hornkamp, Hanson en Roosken. En dan krijgen we het rechterrijtje, maar die zijn ook echt het rechterrijtje in, helaas wel. Want het zijn geen spelers meer rond de nummer 10, 11 waar Heracles graag zou willen spelen. Dat is Scheperman, dat is Hoogma, Vinovic, Bruns, Bruin, Limbom, Leerdam, Engels en Wiekhoff. Ja. Nou, dan mag jij mij vertellen waar je het niet mee eens bent, of de heren. Maar ik denk dat zij een groot probleem hebben volgend seizoen. Michel, jij zat de afgelopen week ook bij Heracles op de tribune, zei je. Ja, hij gaat al over dit seizoen heen, maar op dit moment hebben ze zelfs nog een probleem. Ja, ze hebben nog eerst dit probleem, Dus alhoewel ik wel moet zeggen dat ik verwacht dat ze, ook als ze geen punten halen, er nog in blijven. Omdat het programma van de concurrenten redelijk ongunstig is. Ja. Dus, maar het wordt wel een hell of a job. Nou, we hadden eens, ik ben trouwens niet even, als je naar de lijst kijkt van spelers, zeker die blijven, dan zit daar ook echt wel zitten spelers tussen die prima ook in mijn beleving wel het vermogen hebben. Ja, zoals? Noem maar eens. Rond 10-11 bedoel ik, dat is de positie. Ik vind bijvoorbeeld een Leerdam in goede doen. Mm-hmm. Dan komt nu ook in een moeilijk draaiend elftal. Maar die heeft in het verleden wel bewezen dat hij meer kan. Ja, maar dat is 8 jaar geleden, Michel. Ja, maar weet je, uiteindelijk... Het is 3-34. Het zit er wel in. Ja, nee, dat klopt. Alleen ik denk dat hij meer kan dan dat we hebben gezien. Dat we op dit moment hebben gezien. Je komt in een team wat moeilijk draait. Wisseling van de wachten, trainer. Allemaal dat soort dingen. Je komt halverwege, kom je erbij. Nou, dat is sowieso altijd al lastig. Ja, dat is wel lastig, Nou, ik vind Scheperman is nog steeds een jongen die een coming man. Kun je nog niks over in zeggen. In verkeerde positie. Waar die uiteindelijk terechtkomt, weet je niet. Ik vind wel een hele talentvolle jongen die zeker potentie heeft. En waar dat uiteindelijk gaat eindigen, dat vind ik lastig. Er zit ook wel een aantal jongens bij die... die zitten ook wel een beetje, net wat jij zegt met Leerdam, ook qua leeftijd. Hoeveel rek zit er nog in? Zit dat er überhaupt nog in? Of zit er al wat sleet op? Ja.
dat weet ik niet. En jongens die op dit moment onder hun niveau presteren. Ik vind bijvoorbeeld Justin, ja, vind ik gewoon echt een prima linker centrale verdediger. Alleen ja, op dit moment is het ook even net niet. Nee, maar, en alle tijd, dat kan wel beter worden, zeg jij. Ja, hij is gewoon een prima speler. Ja, ja, laten we eerlijk zijn. Justin is gewoon een goede speler. Ik heb zelf met Jordi Bruin bij Heerenveen gewerkt. Ja, ook gewoon een prima speler. Heeft bij NEC ook laten zien dat hij echt goed kan voetballen. Dus jij zegt eigenlijk kortom, dit Heracles laat nog niet zien, staat nog niet op de plek wat ze kunnen laten zien. Nou, met name richting nieuwe seizoen. Hell of a job en uiteindelijk moet er wel wat gebeuren in die selectie. Alleen, het is ook niet zo dramatisch als, ik kijk er niet zo dramatisch naar. Ik kijk even naar gisteren naar de RKC en dan zie ik daar 1-1 dat ze op elke positie een betere speler hebben. En ik weet niet of je het daarmee eens bent, misschien Brouwer en de spits. Min, die vond ik erg goed bij... bij RKC, maar ik vind Heracles nou niet, ook niet aan de bal. Ik vind het allemaal een beetje... We gaan het lijstje even gebeuren. Parkeren. Dat even laatst, in onze achterhoofd houden. Zeker, en als je de wedstrijd van gisteren als leider uitneemt, dan... Is het KKD. Dan was het ook ver onder. We gaan het lijstje even parkeren. We gaan zo meteen verder hebben over de wedstrijd ook van gisteren, René. Maar eerst willen we het nog heel even hebben over Stichting Noorbekracht, René. Want jij stuurde mij een berichtje over een mooi initiatief, wat dit was. En, over mij heb jij dat ergens? Ja. Ik wilde even vertellen over wat Stichting Noorbekracht Twente eigenlijk doet. Ja, wat ze doet. Doen, ja precies. Maar die zetten zich in voor verbinding in de wijk. Ze zijn krachtig in samenwerking. De visie van de stichting draait om het centraal stellen van Noorbeschap en samenwerking in de wijk. Toegankelijkheid voor iedereen. Door middel van verschillende projecten proberen zij de jeugd voor te bereiden op de huidige maatschappij. En zij organiseren projecten waarin ze aandacht besteden aan talentontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid. En dat allemaal met groepen van jong tot oud. Ja, dat vind ik mooi. Ja. Danny de Jong die belde mij en die doet daar ook aan mee dus. En een van de initiatiefnemers in Glanenbrug. Maar hier geloof ik in. Als je dit doet, wat Twente ook doet, zeg maar. Hoe heet dat ook alweer? Wat Twente Scoren in de wijk was het vroeger, maar nu... Volgens mij nog steeds. Ja, wel, ja. Scoren in de wijk. Ja. Dat vind ik knap. Dat vind ik leuk om te doen. Maatschappelijke initiatieven. Ja, mensen helpen daarmee. En er komt ook echt veel uit, hoor ik. Ook in dit, bij Noorbekracht, er komt heel veel positieve invloed naar de andere mensen toe. Komt daaruit. Ja. Dat is wel goed. Het zijn mooie projecten. Ja, jij kan je nog opgeven, dus ik heb het nummer van jou ook doorgegeven. Dat vind ik lief van je. Jou helpen nog. Ja, want ik doe dus nu al vrijwilligerswerk hier. Je krijgt zo weinig voor. Dus ja, je kan ik er wat ben bij het al gewend. Ja. En René, we willen het nog even hebben over de 3000 abonnees. Want het gaat goed op YouTube, maar we willen wel even voor het einde van dit seizoen de 3000 abonnees halen. Je hebt mij één technisch ding verteld, dat mensen moeten abonneren. Ja. Maar je moet dat iedereen die kijkt niet abonnee is. Nee. Iets van 77% van de mensen die kijken is geen abonnee. Ja, en dus 23% die zijn dat dan. Ja, dat wel. Ja, je kan nog wel rekenen. Ja. Hey, gaat nog best wel aardig. Kan zo bij jou. Maar die moeten we dan bij hebben. Maar hoe? Ja, door een oproepje te doen, René. Ja, dat hebben we gedaan al een paar keer. Ja, elke keer weer. Elke keer weer. En elke keer een oproepje naar de kijken, camera om te abonneren. 20.000 televisie, 5.000 YouTube soms en je hebt maar 3.000 abonnees, dus klopt iets niet. Nee, dat klopt niet. Mensen moeten abonneren, kortom. Maar dus komt wel in de abonneer je even op Voetbaltijd, dames en heren. Goed, heren, we gaan even over naar jullie. Wij proberen altijd een beetje te achterhalen wie hier aan tafel zit, dus we hebben wat vragen voor jullie op een rijtje gezet. Ja, we zijn met z'n tweeën, dus meestal doe ik het één om één, dus daar ga ik het nu even bij laten. Wie wil beginnen? Roy. Ja, Roy. Ik wil beginnen hoor, Roy, komt-ie. De bedoeling is dat je zo snel mogelijk antwoord geeft. Oké. Ergste blessure die je ooit hebt moeten behandelen? Voorste kruisbandletsel. Wat is het mooiste aan clubarts zijn voor FC Twente? Dat je andere dingen leert dan arts zijn. Ik zou ooit nog bij een grotere voetbalclub hoofd van de medische staf willen worden. Niet per se. Een knieblessure is de ergste blessure die er is. Voor een voetballer. Afscheidswedstrijden zijn te gevaarlijk voor oud-voetballers. Ja. Spelers zijn tegenwoordig gevoeliger voor een blessure dan vroeger door mentale druk. Er moet meer geld geïnvesteerd worden in de revalidatie van sportblessures. Zeker. Het speelschema van voetballers is te druk. Nee. Nee? Want dat horen we zoveel. Helemaal in Engeland natuurlijk. Klopp die maakt zich er vaak druk over en Guardiola ook. Jij bent daar niet mee eens? Nou, niet per se. Ik denk dat het met de breedte van je selectie te maken heeft. En dat je dat aan moet passen aan het speelschema. Ja. Ik denk als je vergelijkingen maakt met... Met name Amerikaanse competities, kijk naar een NBA. Hè. Een basketbalwedstrijd is natuurlijk ook een super intensieve wedstrijd. Mm-hmm. Maar daar spelen ze er twee per week van. Ja. En dan zijn ze soms een aantal weken achter elkaar weg. Omdat ze dan met het vliegtuig langs alle andere clubs gaan. Ja. Dus, maar die kunnen veel wisselen tijdens het spel ook. Dat klopt. Hè. Dus je zou natuurlijk het aantal wedstrijden kunnen verminderen op basis van deze feedback. Of je kunt de situatie aanpassen aan het feit dat de speelkalender zo steeds meer vol raakt. Ja, ja.
Dat laatste ook een optie. We hebben het vaak bij voetballers over mooiste doelpunt uit hun carrière. Dat kan bij jou natuurlijk niet. Maar toen ik hier naartoe reed... Ik heb ook gevoetbald. Ja, wat is het mooiste doelpunt uit jouw carrière? Ik heb zeker 2 keer gescoord als linksback. Daarom. Dus, in de jeugd. Er zijn gelukkig geen beelden van. Nee hoor, maar... Als clubarts kan dat natuurlijk misschien wel. Is er een operatie waarvan je denkt, nou, dat is de mooiste uit mijn carrière? Ja, het is als clubarts natuurlijk heel mooi als je een profvoetballer mag opereren. En dat zijn dan in mijn geval meestal voorste kruisbandletsels. Ja. Dus dat is gewoon een mooie ingreep. We zijn er ook goed in, denk ik. En het mooiste daarvan is dan als ze weer terugkomen, terugkomen op het oude niveau. Want ze komen bij jullie terecht, bij Ocon, Orthopedisch Centrum Oost-Nederland. Ja. Een voorbeeld daarvan is Chenny, die hebben jullie ook behandeld. Ja, klopt. Waar haal je de voldoening dan uit zo'n blessure, als op een gegeven moment de speler weer op het veld staat? Het klinkt een beetje gek natuurlijk, hè? Voldoening halen uit een blessure. Ja. Maar het mooiste is als je zo iemand goed kan begeleiden. Want het is natuurlijk echt een live event, hè, voor een profvoetballer helemaal. Maar ook voor een breedtesporter, laten we eerlijk zijn. Ja. Dus het is belangrijk dat wij weten welke operatie we moeten doen en wanneer en waarom. Maar nog belangrijker is natuurlijk dat je een patiënt, maakt niet uit of dat een profvoetballer is of een breedtesporter, dat je die ook begeleidt, dat je die ook coacht tijdens het traject, dat je die van tevoren uitlegt wat gaat er gebeuren, wat mag je wel en wat mag je niet verwachten. Ja. En daar is dan het mooiste van als een patiënt tegen je zegt, ja, ik heb weer gespeeld, het spelletje wat ik heel graag doe. En als je dan vraagt, en heb je nog klachten, vertrouw je? Hoe was het? Dan zeg je, ja, ik merk er niks meer van. Ja. Heerlijk. Ja. Weer op het gras. De medische staf is natuurlijk onwijs belangrijk. En we hebben het even aan Jozef Oosting gevraagd, die beaamt dat ook. Maar we zijn heel erg tevreden met de fitheid van de groep, want we zijn als eerste begonnen in Nederland. En dat iedereen nog zo fit en fris is, dat vind ik wel heel bijzonder. Maar in ieder geval heel, heel erg knap van onze medische en onze inspanningsfysioloog. De mensen die daar verantwoordelijk voor zijn, die hebben goed werk geleverd. Ja, we zijn als eerste begonnen. Compliment naar jullie dan natuurlijk ook. Hoe is de samenwerking in jouw ogen? Ja, echt uitstekend. En ik denk ook dat dat de sleutel is. Want er wordt vaak gedacht dat als spelers fit zijn, dat komt door de medische staf. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar, want het komt door de hele staf, het hele team. En op het moment dat je ziet dat die heel goed met elkaar kunnen samenwerken, goed kunnen communiceren, dat alle belangen goed worden afgewogen, dat iedereen daarvoor open staat. Ja. En die sfeer en cultuur is er al een tijd. En zeker met Jozef en de rest die er nu is. Ja, dan werkt het. Ja, dus als het goed gaat, ligt het aan de technische staf. En als het slecht gaat, ligt het aan de medische staf. Ja, dat wordt zo vaak gezien. Ja. Maar dat is dus niet zo. Nee. Dus complimenten voor iedereen, hè, die dat doet. Niet alleen de medici en de paramedici. Ja. Word je overal bij betrokken met sollicitaties uiteraard? Medische staf? Wat er ook bij komt, fysio of door de hele club? Dat hangt een beetje van af over welk tijdperk je deze vraag stelt. Maar de laatste, nu wel. Ja. Dat is mijn rol ook. Ja. Hè? Ik ben hoofd medische zaken. Dus het gaat over het beleid in de medische staf. En met welke samenwerkingspartners we dan samenwerken. En wie zij dan leveren en aan welke eisen die moeten voldoen. Ja, dat is ook wat ik doe, hè, daar. Ja, ja. Dus ik ben wel knieconsulent voor mensen die geblesseerd zijn aan de knie. Maar mijn rol is omgekeerd op de werkvloer bij Twente, dat ik... Ja, eenheid, stuurt het aan. Precies, ja. Dat is belangrijk. Ja. Ja. Dus operationeel, maar ook tactisch en strategisch beleid bepalen. Mensen bij elkaar houden ook natuurlijk, ja. Managen. Mooi. Michel, we hebben nog wat vragen voor jou. Dus de volgende zijn voor jou. Komt ie aan. Ik heb geen spijt van mijn keuze om te stoppen in de voetballerij. Op profniveau. Nou, ik ben niet gestopt. Dus uiteindelijk is het een situatie die een beetje gedwongen ontstond. Ja. Dus, wie is de beste trainer waar je mee hebt samengewerkt? Op afstand Preud'homme was in mijn stagejaar. En ontslag bij FC Twente door de bezuiniging was onterecht? Ja. Heerenveen of FC Twente? FC Twente. Als zou Twente mij een functie aanbieden, zou ik gelijk teruggaan? Ik zou er zeker over nadenken. Wie zou jij nog graag bij Twente willen zien vanuit de jeugd? Poeh. Een hele lastige. Gemeen ook, hè? Uiteindelijk wel leuk als Mark Bruns de definitief doorbreekt. Ja? Ja, dat zou ik heel leuk vinden. Ja, dat heeft een tweeledig. Ik heb ook samengewerkt op een heel ander vlak met zijn opa. Oké, okay. Dus, vandaar. Ja. Vertel, wat hebben jullie gedaan? Frans Bruns, ik heb in mijn beginperiode als trainer en destijds nog voetballer bij Excelsior 31...
bij Van Losser Installaties gewerkt. En daar was de opa van Max was daar ook werkzaam. Dus ja, dat is wel een leuke dat je dat dan terugziet. Ja, zeker. Ja. Ja. Nu kan ook wel komen trouwens. Max kan het Ja, anders, laatste stap nog. Maar daarom zeg ik ook, het zou leuk zijn als hij dat laatste stapje gewoon ook zou maken. Ja. Dat is heel gemeen voor mij, maar ook als we het over Max hebben, dan moet ik gewoon helaas wel denken aan wat bij PSV is gebeurd. Ik kon hier natuurlijk niks aan doen, maar dat is het eerste wat in dat kan toch, dat is een leerfout, man. Dat is niet erg, dat is juist goed. Kijk wat er gisteren gebeurt. Ja, dat wilde ik net zeggen, dat kan er best overkomen. Dat vind ik. Ik ga nog fouten maken. Nee, daar leer je ook van. Nu bij Dato, Michel. Jij vertelde mij dat je na dit weekend, vanaf vandaag denk ik dan, dat je een nieuwe functie krijgt. Dat je ook mag bemoeien met het eerste, toch? Nou, het is geen functie. Ik ben al ruim een jaar nu, zeg maar, actief. Een beetje op de achtergrond. Ja. Ook een beetje vanuit vrijwillige basis. Dus oude amateurclubje. En ik ben daar eigenlijk begonnen als trainer van onder 23, een projectje. Dus en dat gaat vrij aardig. Nou, en van daaruit ook best wel veel contact met Mark Looms, de hoofdtrainer. En hij en ik, dat klikt wel een beetje. En ja, Dato zit nu een beetje in een fase dat het is allemaal best wel redelijk spannend. Ja. Blijf je er wel in, blijf je er niet in. Je staat nog op een veilige plek. Nou, zo kwam ook een beetje het verzoek van, goh, zou je daar niet een ondersteunende rol in willen hebben? En dat heb ik eigenlijk vanaf afgelopen maandag heb ik dat gedaan en afgelopen zaterdag voor het eerst Hoeveel punten heb je nog nodig dan? Om erin te blijven? Vier, denk ik. Oh ja. En nog vier wedstrijden. Oh, ja. Heb je er vertrouwen in? Ja, absoluut. Zeker als je de wedstrijd van afgelopen weekend neemt tegen de toekomstige kampioen. Dan, dan geeft dat wel dusdanig veel vertrouwen dat moet gaan lukken. Ja. Ja. Ik vroeg net aan jouw beste trainer. Jij zei Michel Preud'homme. In jouw stageperiode. Met afstand. Ja? Ja. Vertel, waarom? Nou, ik dacht dat ik zelf bijvoorbeeld, het begint al met passie en al die andere trainers hadden dat ook. Maar ik heb zelden iemand gezien die sowieso vanuit ethiek zo hard werkt. Ik dacht dat ik heel hard werkte. Ja. Toen dacht ik van jeetje mina, er zit nog een trap boven. Maar gepassioneerd, ook zijn manier van spelen sprak mij heel erg aan. Dus uiteindelijk wel verzorgd, maar ook publiek vermaken. Ik vond ook de trainer die het meest paste bij FC Twente, bij wat het publiek graag wil. Wat grappig is, want je hebt met meerdere goede grote namen samengewerkt. Alfred Schreuder natuurlijk, Steve McLaren en dan toch Michel Preud'homme. Ten Hag. Ja, die vond ik met afstand. Ja, Erik heb ik niet... Toen bij de jeugd, hè? Ja, ik heb dan met Preud'homme, dat was mijn stage. Ja, dat was voor mij ook... Wat was dan het verschil tussen Michel en de rest? Het complete plaatje. Ja, drie televisies thuis, hè? Weet je, niet om die anderen, maar ik vond hem er echt bovenuit steken. Ja. Nou, die drie televisies thuis, ging die drie wedstrijden kijken en alles, maar dat is niet normaal, joh. Ja, joh. Nee, maar ik vond hem ook vooral, zeg maar, de verbinding, zeg maar, vanuit wat het publiek graag wil. Ja. Hij paste perfect bij datgene wat het Twente publiek graag wil. Ja. Vlak voor jouw komst, hè, Roy? Ja, ik heb 2013 meegemaakt. Nee, maar ik heb wel heel veel goede verhalen gehoord er ook over. Ja. Fijn ingerold, zeg maar. In het begin wou hij die containers neerzetten, moesten ze slapen buiten. Leuke anekdotes. We begonnen met stretchbedden in de kleedkamers, waar de jeugd eigenlijk in moest omkleden, want er moesten op trainingsdagen lange dagen maken. Ja. Nou, en dan heb je, volgens mij kwam hij na het kampioensjaar. Ja. Dus, jongens als Theo Jansen. Dat was best wel lastig. Uiteindelijk heeft hij dat fantastisch gemanaged. Ik weet niet hoe dat op de achtergrond allemaal is gegaan. Maar uiteindelijk is die groep heel erg hecht geworden. Zo zag het er in ieder geval zeker uit en zo heb ik het ook ervaren. Ja. En ja, heel jammer dat hij uiteindelijk zeg maar op het beslissende moment net niet dat pakte wat hij in mijn beleving met die groep zeker had verdiend. Okay. Ja. Nou, mooi zeggen. Ja. Heren, we blijven in de regio in Enschede, want we gaan het even hebben over de wedstrijd. FC Twente verzuimde zondag om de derde plaats zo veilig te stellen. Waar ging het mis bij AZ? Is er sprake van een repeterend verhaal in topduels? En wordt het dan toch nog spannend? Al die vragen mag onze analist Vincent Bilanovic mooi antwoorden. Vincent. Het wordt niet meer spannend. Dat nee? geloof ik wordt niet. Niet meer spannend. Nee, dat geloof ik niet. Ik denk dat het programma van Twente en de continuïteit die ze hebben het hele seizoen, dat die ervoor zorgt dat ze zeker die derde plek vasthouden. Maar het was wel typisch dat tegen AZ ze moeite hadden. En dat kwam voornamelijk omdat naar tweeledig eigenlijk. Belic hier op het middenveld van AZ maakte er echt een vechtwedstrijd van, waardoor iedereen een beetje meeging. En daardoor had Twente wel moeite om daar onderuit te voetballen. En waar het meeste gevaar vandaan kwam, was Van Bommel aan de linkerkant bij de Geer. En ja, dat is natuurlijk ook een beetje het risico. En dat had Mertens goed gezien, de trainer van AZ. Van, we laten alles voornamelijk via links gaan. Kijk, aanvallend en voetballend is Regeer prima. Hè, en kun je op die positie goed uit de voeten. Maar nu had hij heel veel moeite, omdat Van Bommel heel veel hier de diepte in kwam.
Ja, en dat hadden ze, daar hadden ze eigenlijk geen antwoord op. Maar dat moet men dus toch van tevoren met Ruben van Bommel hebben afgesproken. Van, Ruben, doe je ding maar lekker. Die vent die, is van origine geen verdediger. Dus. Ja, zeker. Daar leek het ook op. En hij ging met zijn rechterbeen ook vaak aan de binnenkant van Regeer spelen. Waardoor Regeer aan zijn verkeerde kant komt om de ballen te blokken. Nou ja, de goal die uit ontstaat is ook een moment. En dan komt dan wel via links bij Prupper. Ja. Maar waar die ook te laat is in het blok. En dan zat van Bommel scherp, dekt hij scherp. En het tweede moment dat heel erg opviel is op het moment dat dan Twente met een beetje pech op achterstand komt, want die glijdt uit, ja, dat kan gebeuren, Pavlidis schiet hem erin. Is dat, en dat vond ik heel bijzonder, is dat Twente met 4 aanvallers ging spelen. Alleen, ik zeg altijd, de verkeerde benen aan de verkeerde kant. Als jij met 4 aanvallers speelt, Boadou kwam erbij van Wolfswinkel en je zet Van Bergen, waar Univar staat, en je zet die rots neer. En dan krijg je namelijk dat je altijd in een trechter loopt. Want deze gaat naar zijn linkerbeen vroeg of laat, want zijn rechterbeen voorzet is minder. Bij Van Bergen precies hetzelfde. Hij heeft 3 ballen gehad met zijn linker, er waren 3 rolletjes in de handen bij Ryan. Op het moment, in de laatste 5 minuten wisselt hij het pas om en zet hij een linkspoot aan links en een rechtspoot aan rechts. En wat mij betreft, met de kracht van Wolfswinkel, Koppert en Boadou, hadden ze dat wat eerder mogen doen. En ik denk dat ze dan nog wel wat gevaarlijk hadden kunnen maken en voor een punt hadden kunnen gaan. Maar ondanks dat dit een teleurstellend resultaat voor Twente is, om af te sluiten, is het geen man overboord. Want die gaan echt nog wel 4 punten pakken en dus voldoende punten om derde plek vast te houden. Wat is er met Boadou? Dankjewel, Vincent. Dat hij niet fit is? We hebben het over iedereen is fit, behalve Boadou, want die loopt erbij alsof hij vier zandzakken op de rug heeft. Ja. Is die fit? Wat heeft die hamstring? Ja, je mag natuurlijk weer medisch niet alles van vertellen, maar hij loopt alsof hij zegt, haal me er maar weer af na een minuut. Ja, het is lastig om daar inhoudelijk iets over te zeggen. Ja. Maar hoe kan het dat een topsporter al zo lang weer bezig is dat hij nog niet fit is? Nou ja, hij heeft natuurlijk nu wel een periode van een hamstringsblessure gehad, waar hij van terugkomt. Ja. En de gedachte is altijd dat als je weer bij de groep traint, dat je dan weer fit bent. Maar dan ben je trainingsfit. Met wedstrijdminuten word je wedstrijdfit en met meerdere wedstrijden word je prestatiefit. En toen hij binnenkwam had hij die stap ook te maken. Hij heeft een kleine terugval gehad door zijn spierblessure. Is het heel gek om te bedenken dat het ook te maken kan hebben met mentale? Dat er iets mentaal... Geen duels in dat ik dacht, ja, ik ben op leeftijd, maar potverdomme, ik blaas hem om aan die verdediger, ik maak hem af. Dat idee van... In algemene zin kan dat wel meespelen, maar ja. Bij hem speelt dat, is dat niet het geval? Naar mijn mening in het geheel niet mee. Okay. Nee. Vooral fit. Ja. Nee, goede vraag. Nee, ja, ik was ook benieuwd... Vond je een goede vraag dit? Ja, ik vind dat jij sowieso altijd een toegevoegde waarde bent aan dit programma. Vraag. Dus, leuk! Ja. misschien wou die zouwe clubje geen pijn doen. Ja, dat is het misschien. Ja. Dat zal het zijn. AZ is voor mij. Maar dan heeft hij heel veel oude clubjes. Hij heeft voor mij de hele jeugd doorlopen. Ja, nee, klopt. Nee, maar ik bedoel, dit is niet de enige wedstrijd. Nee. Dan heeft hij heel veel Michel, oude we hebben het vaak over gehad. Dan ga je naar het buitenland toe op die leeftijd allemaal. Maar je ziet het, hè. De jongen is hartstikke jong, hè. Als hij nou gewoon eens even bij AZ was gebleven. Ze moeten allemaal als jong naar het buitenland en allemaal geld verdienen. Allemaal. In principe is hij de 40% slechter van teruggekomen als wat hij was, man, toen hij wegging. Ja, aan de andere kant... Hij zit nu in een fase in zijn carrière, maar hij kan hier natuurlijk straks ook weer zijn voordeel mee doen en weer veel beter gaan worden. Kan wat Roy denk ik terecht zegt, het is heel moeilijk om een jongen die weinig gespeeld heeft binnenkomt, zeker met hoe zeg maar, een club op dit moment is ingericht, om die zeg maar, na veel minuten te krijgen. Je probeert hem langzaam ergens te brengen. Trainen ze dan niet in Frankrijk? Spelen. Ja, spelen is de belangrijkste, wedstrijden spelen. En dat is het nadeel, dat je... Dat kun je bijna niet. Volgens mij is het enige op dit moment met dat soort spelers is dat je via oefenwedstrijden een keer door de week... We hebben een kenner aan tafel. Is het normaal voor een speler, los van Boadou, van de situatie, dat het zo lang, dat het wel, hoe lang, 3 maanden nu? 3 maanden echt wel nodig heeft om echt wedstrijdritme te creëren, fitheid? Nee, ik denk dus dat in dit geval die spierblessure van recent weer een setback heeft gegeven. Nee, ik denk dat het normaal gesproken voor een profvoetballer geen 3 maanden duurt om wedstrijd fit te worden. Maar even voor de... Ik denk juist dat die periode daarvoor, dus voordat hij bij Twente komt, daar heeft hij heel weinig gespeeld. Ja, sowieso. En dat neem je wel mee. En je komt eigenlijk in een team. Ja, maar daarom ben ik ook benieuwd. 3 maanden, Michel. Nee, maar schoot zo'n spierblessure weer extra in het einde. Je brengt hem ergens, je krijgt hem in terugval. Ja, voordat je het weet zit je aan het eind van het seizoen. Nee, zeker. Flap, liesklachten, uiteindelijk... Dat is een apart verhaal, dat weet Roy misschien ook wel. Als je het hele jaar liesklachten hebt,
dat je dan steeds met een pilletje weer, want hij had dan gezegd tegen Hans Kraaij, slikte elke week even een pilletje voor de wedstrijd, ja. Dat je dan toch steeds weer volledig in 90 minuten of 80 minuten kan spelen, elke keer met een liesblessure. Ik liefde voor de club, met een liesblessure. Ik weet niet. Maar ja. Dat lijkt me een beetje, wat is dat voor soort liesblessure, als je dat hebt, dat je elke week een pilletje slikt en toch 80 minuten kan spelen. Dat heb jij volgens mij ook, of niet? Dat is een heel ander pilletje. Dat, je liefde maar dan duren. Denk ik van, hoe kan dat? Ja. Nee, ook een bijzondere situatie, maar ik denk ook dat Roy daar weer geen antwoord op mag geven. Eén beweging en dan schiet me er weer in en ik kan helemaal niks meer volgens mij. Je kan toch niet 20% liesblessure hebben? Je hebt het of je hebt het niet? Ja. Blessures bestaan natuurlijk in verschillende gradaties. Hè? Dus je hebt time loss blessures, waardoor je echt iets niet kan wat je normaal gesproken wel doet. Hè? Trainen, voetballen. En je hebt blessures in de chronische hoek, waar je last van hebt, waar je een bepaalde mate van beperking door zou kunnen voelen. Ik praat in algemene zin, hè, ja. Voor de duidelijkheid. Mm-hmm. Maar waarbij je wel inzetbaar bent. Ja. Ja. En het probleem bij chronische blessures, nogmaals in zijn algemeenheid gesproken, is dat het zich kan ontwikkelen de goede kant op, maar dat het ook kan stagneren en in één keer de verkeerde kant op kan ontwikkelen. Maar kan ik dan niet beter hem eruit halen? Als dat al zo lang loopt, dan geef ik hem 3, 4, 5 weken, weet ik wat. Ik heb andere spelers aan de buitenkant. Ik laat hem even rusten en breng hem dan in één keer weer topfit terug. Dan dit, aldoor maar proberen, aldoor, en haal hem eruit. Ja, maar als hij zelf misschien aangeeft bij de trainer, van trainer, ik heb er zin in. En ik heb er alle vertrouwen in, het gaat goed. Ja. Het voelt goed. Ja, maar dan is het geen liefdesbezure. En dan aan het einde van de wedstrijd is het van, ik voel wat, maar nog geen alarm. Ja, maar dan zou ik zeggen, nou wacht maar eens even een periode en dan ga ik iemand anders daar neerzetten in 4, 5 weken. En dan ben jij weer topfit. Heb ik er ook meer aan dan 90. Nee, snap ik. Maar ik denk dat ze vaak zeggen van, ja, jij kent je eigen lichaam het beste, jij voelt het beste aan. Uiteindelijk is het, in dit, kijk, als iemand een hamstring scheurt, is het duidelijk. Hè? Ja. Dat is gewoon een acuut moment en daarna kun je niet meer lopen of is het lastig om te sprinten, et cetera. Dat is veel makkelijker oordelen voor iedereen, ook voor de buitenstaander. Bij chronische blessures is het toch anders. Dan heb je met z'n allen gewoon een belangenafweging te maken. Ja. En de hoeveelheid klachten kan variëren in de tijd. En de belangen kunnen ook variëren in de tijd. Ja, dat snap ik. Dus ik denk dat in algemene zin op dit moment heel goed gebeurt, die belangenafweging. Ja. Inclusief speler, inclusief iedereen uit de staf. Dus ja, goed. En wat denk ik ook meeweegt is de prestatie die hij ondanks de beperking dan toch levert. Want hij levert wel. Dat is inderdaad nee, maar vraag, hij levert wel. Hij heeft wel een belangrijk aandeel, speelt nog gewoon prima wedstrijden. En daar zit een beperking, waardoor hij waarschijnlijk af en toe eerder gewisseld wordt. Maar ja, als je rol op die manier toch belangrijk is voor de ploeg. Ja. Nou ja, Unifar speelde gisteren, of eergisteren was het. Hoe heb jij nog gekeken naar de invulling? Ja, ik heb daar iets te weinig voor meegekeken. Waar hem wel aanstaan, maar ik heb waren ook wat mensen links en rechts. Wat drankjes op de achtergrond. Nee, ik heb hem niet. Maar over het algemeen, Michel, want je vindt hem een goede toegevoegde waarde voor het team. Waar zit die toegevoegde waarde in je ogen in dan? Nee, ik praat dan meer vanuit de staf. Kijk, op het moment dat Flap speelt, dan zal de staf erover nadenken. En ook in combinatie met die speler, van dat hij een toegevoegde waarde heeft. Als iemand geblesseerd is of niet helemaal fit is, ja, en dan ook niet levert, dan ga je eerder zeggen van joh, voor jou even een ander. Ja. Je moet eerst, maar de momenten dat hij speelt, heeft hij waarschijnlijk voor de groep en voor die trainer en voor de staf en voor het team. Daar zijn het er heel veel niet mee eens. Heeft hij een belangrijke rol? Ja, nee, maar dat heel veel. Ja, maar dat is altijd. Dat is arbitrair. Iedereen vindt iets van een speler. Ja. Dus, goed, heren. We gaan het ook even hebben over de doelpunten en de wedstrijd van afgelopen week tegen AZ. Allereerst het doelpunt van FC Twente, René. Dat was mooi opgezet uiteindelijk. Mooie lange bal op Rots. Die nam hem mooi mee. Dat was perfect. Rots gaf hem op tijd diep van Wolfswinkel goed terug. Wel een gelukje dat hij net door de benen ging, zag ik. Ja. Net bij Penetra. Maar het was een goede goal. Enige jammer is Unifar. Dat hij hem had moeten maken, bedoel je op dat moment? Ja, eigenlijk wel. Want daarna zie je ook een aardig grote kans. Let weer op, Stijn, let op, poem. Ja. Hij moet voor de goal iets moet ik meezitten, maar hij moet iets. Nee, dat is waar. Dan uiteindelijk de 1-1 van Bommel. Kunnen we Unifar daar iets van aanrekenen? Vind je dat hij hem loslaat? Je bedoelt Oenestal? Ik kan er geen Oenestal. Oenestal staat niet in de goal. Niet gezien. Oenestal. Ja, hij moet hem eigenlijk klem hebben. Ja? Of naar buiten. Ja, naar buiten was moeilijk. Maar ja, hij moet hem eigenlijk wel klem hebben, denk ik. Ik moet hem pakken. Of moest Prupper ook eerder bij zijn? Ook nog? Ja, die moet iets korter dekken. Maar ja, dus zo is het altijd met een goal. Zoals wij het willen, valt er nooit een goal. Alle wedstrijden zijn allemaal in 0-0 geëindigd. Ja. Maar Prupper moet iets eerder druk zetten. Maar die is groot. En dan komt er een van 1,04 meter staat voor je. Het is die Sadiq en die gaat naar binnen. Ja, die schiet. Ja, zeg het maar. Dat zijn allemaal momenten.
Vond vreemd dat Pruppen eraf gehaald werd. Jawel, ja. Ja, ik had hem wel laten staan met een 1K. Die is slim genoeg om dat uit te spelen met 1K. Daar ben ik niet bang voor dat hij zomaar rood pakt. Misschien had het ook iets met fitheid te maken, dat ze hem wilden sparen. Nee, het was om de kaart, zei de trainer. Oh, dat zei hij achteraf. Oké, ja. Dus daar ging het om, dat ze bang waren. Ik vind het ook niet zo gek, het is een belangrijke... Ruimte in de rug. Maar er komen belangrijke wedstrijden aan. Heb je zo'n iemand als... Ja, Volendam thuis wordt heel zwaar. Dat nee, maar je dat zeg ik niet. Beven Twente gaat ook in trainingskamp de hele week. Ik zeg ook niet zwaar, ik zeg belangrijk. Ja, belangrijk. Alle wedstrijden worden nu toch belangrijk? Spanje winnen, of dinges Volendam, man. Dat is, nee, die had ik laten staan. Maar goed. Je weet het niet. Kunstgras. Nee, het is thuis. Ja, het is thuis. Je bent goed voorbereid vandaag. Ja, donder erop. Wat verdikkie. Al met al, René, had Twente hier gewoon die 3 punten moeten pakken? Verdiend? Ja, eigenlijk wel, ja. Stijn krijgt nog een kansje later. Die mag er eigenlijk ook wel in. Die tweede heb je 2-0 op dat moment volgens mij. Of de 2-1. Ja, die mag er ook in. Ja. Maar, kijk, je moet natuurlijk AZ zijn geen koekenbakkers, hè. We gaan allemaal net doen. Twente moet hier winnen, moet daar winnen. Die zijn individueel, hebben ze gewoon echt kwalitatief hele goede spelers staan. AZ ook, hè. Dan moet je niet, dat je daar een keer verliest met 2-1. We doen net of je verliest bij Lullemekerk 4 of weet ik veel. Dit is echt wel een goed elftal AZ. Boah. Ik vond de Twente wel eerder verdiend om te winnen dan... Twente is meer elftal, meer ploeg bij elkaar. Ja. Maar individueel spelers tegen elkaar, vind ik AZ niet zo heel veel minder. Nou goed. Ik zou niet weten wat, maar goed. Twente, niks aan de hand, gewoon derde. We hebben aan Zijdelijk nog even gevraagd hoe hij nu kijkt naar de plek 3. Komt hij in gevaar, ja of nee? Ja, vooral heel erg jammer als je na de rust 1-0 voorstaan, krijg je gelijk na de rust 1-1. Onnodig. Dan begin je een beetje voetballen en dan door onze eigen fout konden ze 2-1 scoren. Maar we hadden toen ook na die 2-1 goal hadden we veel druk op de verdedigers van Alkmaar. Een paar kansen gehad, maar helaas niet gescoord. Ja, volgende week dan Volendam. Wordt een hele moeilijke wedstrijd. Ja, volgende week tegen Volendam. Je zei na Volendam. Zeg ik na Volendam? Ja. Ik lijk wel Van Hoornbeek. Gaat ook lekker met mij allemaal uitgeleidertjes. dit draaiboek maak ik altijd samen met iemand achter de schermen. Die is heel erg fan van Jannes, blijkbaar. Want hier staat Jannes in de Grolsvesten. Ja, maar dan weet ik niet of dat nu doorgaat. Ja, dat weet ik ook niet. Want ze kunnen daar in principe nog niks bereiken als de AZ ook wint. Ja, nee, daarom. Dus om dan feest te gaan vieren, dat lijkt me ook... Nee, dat wordt een Roda-effect. Gezien? Dat is ook erg. Ja. Die stadion spreken. Ik weet in ieder geval dat er eentje blij mee is. Ja. Sander Bosker. Ja? Sander is toch wel... Een Jannes-fan. Oh ja. Ja, als hij wel komt. Ja. Maar ik denk niet dat hij nu komt. Nee. Die stadionspeaker van Roda, die moest na die tijd nog even voor de camera komen. Hè? Oh. Ja, dat is ook zielig, hè. Maar goed, kan de beste overkomen. René, vraag je nog. Je bent een rund? Als je DJ bent? Nee, als je met vuurwerk stunt. Oh! Had jij dat filmpje gezien van die PSV-supporter? Ja, wat erg, hè. Het zo meteen over hebben. Man. Feest, maar ook vuurwerk. Maar ja, ik weet niet of jij het hebt gezien, Roy. Nee, ik heb niet gezien. Roy zal het wel weten met Oden en die ook als ze op ziekenhuis komen. Maar deze die pakte zo'n bom van de straat of iets wat nog op rookte. En hij deed ook een beetje in één keer ontploft dat ding in zijn hand. Hele hand eraf. Dat het nog een mensen is de hand helemaal af? Ja, hand is af. Maar we kunnen het zo meteen misschien wel even over hebben. Misschien even benieuwd wat Roy met zijn medische achtergrond kan vertellen. Wat er nog goed aan gerepareerd kan worden. Hopelijk. Ik denk niet zoveel helaas. Heel vervelend. En natuurlijk een fikse nederlaag voor de Almeloos. Dat zo meteen allemaal in de tweede helft. Tot zo. RKC pakt een monsterzegen op bezoek in Almelo en Volendam gaat voor de 10e keer degraderen uit de Eredivisie. Het is 6 mei, dit is de tweede helft van 21 voetbaltijd met René Wagelaar, Roy Hogeslag en Michel Jansen. Welkom terug uit de rust. Roy. Tim Stevens van Wende, die appt me net. Hij zegt, doe Roy even de groeten, heeft mij 2 keer geholpen. Met een knieoperatie, met een voorste kruisband. Die is perfect geslaagd. Alleen ik kon niet meer voetballen daarna. Ik zei, maar dan is er niks veranderd, want dan kon je daarvoor ook niet. Dus dat is wel weer... Dat heb ik hem ook al gezegd, maar hij wil niet luisteren. Hij zegt, maar doe hem even, is perfect verlopen, zei hij, maar ik kan niet meer voetballen. Maar dat is wel leuk. Dat Roy heeft mijn vader ook geholpen. Nou, die kon ook nooit voetballen. Nee, dat bedoel ik. Dus dat maakt ook geen donder uit. Nee, die was daarna ook niet beter. Nee, daarom. Ik probeerde een beetje voetbal in hem te opereren, maar dat is niet gelukt. En dan allemaal voetballetjes erbij ingedaan en alles. Maar jij krijgt veel van dit soort opmerkingen, denk ik, of niet, Roy? Overal waar je gaten staat. Nee, niet overal waar ik ga en sta. Nee? Nee, in de spreekkamer wel. Ja. En er zijn mensen over het algemeen
ja, tevreden en uiten ze dat ook. Ja. En dat is eigenlijk een van de mooiste momenten van zo'n behandeling. Ja. Dat ze gewoon tevreden de deur uitgaan. Doe jij ook plastische chirurgie? Vraag ik voor René Wagelaar. Nee. Nee? Doe je niet? Nee. Okay. Categorie goedkope moppen overnemen. Ik heb hem al wel eens een keer verwezen naar een collega, maar hij is niet gegaan. Is niet gegaan. Nou, dat is toch jammer. Categorie goedkope moppen Heren, overnemen. In de tweede helft gaan wij langs, doen we altijd even een rondje langs de velden, even het voetbalnieuws bespreken van de andere voetbalclubs. PSV, ja, ik heb net een snoepje gegeten in de rust. Was wel een heel lekker snoepje, maar staat nog achter in mijn keel. PSV is zondagmiddag kampioen geworden voor het eerst sinds 2018. En voor de 25e keer in de clubgeschiedenis. Tegen Sparta Rotterdam ging het niet zo soeverein als dit seizoen de norm was. Maar uiteindelijk won de ploeg van Peter Bos wel en kan de platte kar maandag uitdrukken. Het feit dat PSV 9 punten voor op de nummer 2 staat met 2 wedstrijden gaan, René, dat is echt toch wel genoeg. Knap, toch? Hè? Ja, goed seizoen gedraaid. Vanaf begin, eigenlijk vanaf dag 1 klopte het. Ja. Voorrondes deden ze, het begin van het seizoen, goede selectie bij elkaar gehaald. Wat bij Ajax eigenlijk allemaal, met de rest. Ook. Wat bij Ajax allemaal misging, die spelers hadden daar kunnen lopen, maar daar moesten nodig allerlei andere troep komen. Ja. Maar je hebt wel gezien dit seizoen hoe het in elkaar past. Dat dit perfect team, man, in alles. Alleen een beetje zielig. Dat hij gisteravond half huilend zegt dat Kruisen een beetje ook nog steeds na 23 jaar dat hij erbij had moeten zijn. Dat is een beetje om. Hoezo is dat zielig? Nou, dat vind ik een beetje een sneertje naar Heracles toe. Waarom? Daar loopt het dan niet. En daar is dat misgegaan dat hij niet ingelicht is dat Lammers eruit ging. Nou, daar is hij dan een beetje kwaad over op Hoogma natuurlijk. Dat hij niet eerder ingelicht is, want dat was zijn vriend, Kruisen. Ja. En dan gaat hij hem een beetje oppoetsen weer, Bos, dat Kruisen zoveel invloed heeft gehad. En samen met hem. En, nou, je kent al die huilverhalen wel. Nou, dat vind ik een beetje. Ben ik niet zo kapot van. Maar goed, los, dat is een klein onderdeel. Alsof een systeem van door Kruisen is uitgevonden dat hun kampioenen zijn geworden. Ja, ze hebben fijn samengewerkt, joh. Dat is wat anders. Ja. Maar dan hoef ik niet voor de camera te zeggen en te huilen. Los daarvan, dat is een percentage natuurlijk van deze mooie kampioenschap, prachtig. Volgens mij. En heel veel goede spelers opgehaald, daar kijk ik vooral naar. Ja. Heel veel Dest, precies. Nou, ze hebben dus Dest erbij gehad, ze hebben Schouder erbij gehaald. Dat is iemand die, dat was wel mooi gisteravond bij Studio Voetbal, ik weet niet of jullie het gezien hebben. Toen zei Affelay zo mooi van dat systeem van Peter Bos, dat hij dat zo om kon gooien met een middenvelder, een voetballende middenvelder als laatste man. En toen zei Hiddink heel droog, dat was in 1974 ook al. Ja, toen was ik nog niet geboren, zei Affelay. Nee, dat klopt, maar dat was ook al. Want Arie Haan, die ging al van achteruit voetballen in 1974. Dus zo nieuw is dat eigenlijk niet, maar hij durft het wel. En hij heeft de ploeg wel aanvallend en ja, hij heeft het wel neergezet. Dus wel echt Bos. Ik had hem graag bij Ajax gezien. Ja, ja. Was het dan wel goed gekomen, denk je? Een stuk beter. Mm. En dan waren dat soort spelers ook niet gekomen die Stijn nu in de mik gedrukt zijn. Dus dat was allemaal niet zo gebeurd als nu. Heren, PSV, mooi team toch? Om naar te kijken. Ja, ik vind dat Peter Bos ook alle credits juist wel in dit geval verdient. Dus uiteindelijk is hij altijd op zoek geweest naar publiek vermaken. En hij werd altijd een beetje afgerekend op het feit dat het geen prijs oplevert. Nou ja, dit is NN. Dus het is een genot om naar PSV te kijken. En met een straatlengte voorsprong kampioen worden. Dus dan doe je het echt heel erg goed. Dus ik ben het in die zin ook niet met René eens als het om Henry Kruse gaat. Als je 23 jaar heel intensief met iemand samenwerkt, kan ik me voorstellen dat op het moment dat gebeurt, dat je dan ook iemand echt mist. Dus, dat is wel zo. Ze hebben hier wel 23 jaar naartoe gewerkt. Er zit 23 jaar samenwerken en je haalt een titel en dan is degene waar je 23 jaar mee samen hebt gewerkt, die is er op dat moment niet bij. Dus ja, ik vind dat volkomen logisch dat hij dat ook uit. Dus ja, ik zie. René heeft alles in zijn leven alleen gedaan. Dus, ik vind het een beetje shownieuwsachtig, een beetje scoren. Nee, nou ja, en vooral een sneer naar Heracles toe, vind ik het. Ja, indirect. Nou, ik denk want dan loopt dat natuurlijk niet. Ja, nee, ik denk dat het niet de gedachte is op dat moment van de Peter Bos. Dan hoef ik het ook niet te noemen. Ja, waarom niet? Je mist op dat moment iemand waar je 23 jaar intensief mee samen hebt. Ik mis mijn moeder ook elke dag. Mag je ook noemen. Mag je ook vertellen. Dan begin ik zo weer te huilen. Ja, dat mag. Dan steunen we je en dan gaan heb we je toch net gedaan eigenlijk. Ja, ja. Toch, ben je toch een beetje ertussen. Het doet zeer. Ja. Het doet zeer, dat klopt. Maar nou ja, ik ben het daar niet mee eens. Nee, maar we hoeven het ook niet altijd eens te zijn. Maar ik vind het oprecht. Dus zo zie ik het ook. Iemand waar je zo intensief mee samen hebt gewerkt. En dan op het moment dat je echt die prijs pakt. En die is er dan niet bij. Dan kan ik me voorstellen. Weet je wat ik vind, Michel? Als hij halverwege was afgehaakt. Of hij was in oktober. We zijn wel begonnen. We gaan hier samen aan beginnen bij PSV. We gaan dat doen samen. En hij is er al bij geweest en het gaat dan op een gegeven moment uit elkaar. Al door ruzie of wat dan ook in de club. Of
Of er is iets in de familie gebeurd en hij gaat er dan af. Ja. Dan zeg ik, ja, dan is het anders. Maar de Cruijff heeft 0% met PSV van doen nu. Nee, maar het gaat in dit geval ook niet om PSV. Het gaat om de relatie tussen Peter Bos en Henry Cruijff. Ja, misschien vind ik het ook wel jammer dat jij er niet bij was. Zullen wij verder het programma gaan doen? Dan kunnen die twee doorgaan over deze discussie. Ja, dan gaan wij het even hebben over Volendam, Roy. Want het feestje liep gelijk uit de hand. Dat was nog de beelden van PSV. Die hebben we net in de rust ook besproken. Van de supporters die uiteindelijk... zijn hand is verloren. Jij hebt het ook gezien, Roy. Ik vroeg aan jou, hoe goed ben jij met handen? Maar nou, ik ben een kniespecialist, dus ik weet dat de hand onder aan de arm zit. That's it. Ik heb het beeld net gezien en dat zag er niet heel best uit. Nee, zonde. Daar moeten handspecialisten mee bezig. Toch, iets zwarts op zo'n mooie dag. Ajax heeft zondag het lot van FC Volendam in de Eredivisie bezegeld. De Amsterdammers wonnen met 1-4, waardoor Volendam na 2 jaar is gedegradeerd. Ja, het is ook niet heel verrassend natuurlijk, René. Een rommelig seizoen. Dat is alleen maar geweest in Volendam. Dat is het hele seizoen al als een oranje draad in plaats van rood is dat door de club gegaan. Ja. En dat is maar gebleven. En, dat is maar, en die voorzitter en Jonk, ja, je weet het allemaal. Jan Smit, hou maar op. Ja. Dit was zo'n beetje bekend. Net als Vitesse. Zijn eigenlijk de twee clubs die terecht gaan degraderen, vind ik. Ja, niet zo heel gek toch, ook Roy? Nee, ik denk het niet. Samen met Vitesse inderdaad. Ja, nee, ik... Volgens mij hebben ze de meeste promotie en degradaties, toch? Ja, volgens mij is dit de 10e keer dat ze gaan degraderen, toch? Dit wordt de 10e keer dat ze gaan degraderen in ieder geval. Ze hebben er 2 jaar in gezeten. Ja. En Jan Smit voorzitter, daar vind ik niet zo erg als hij me niet gaat zingen. Nee? Nee. Ben je geen fan? Nee, daar ben ik geen fan. Je hebt liever Jannes? Ja, Jannes vind ik leuker. Ja. Ja, vind je leuk, hè? Ja, dat vind ik wel iets mooier. En dan nog even over Ajax. Want Ajax wil zijn nieuwe trainer volgende week bekendmaken. En dus lijkt het erop dat er nog maar 1 kandidaat is. Bij Graham Porter zitten de Amsterdammers namelijk in de wachtkamer. En daarom lijkt het er bijzonder sterk op dat Ajax uit zou komen bij de trainer van Nice. Francisco Farioli. René, jij bent een Franse kenner, toch? De man zegt me helemaal niks. Ken hem niet, nooit gezien, nooit gesproken. Niets. Weet niet wat hij kan, dus ook niet op voorbereid. Nee. Ik had het liefst Ten Hag gehad, maar ja, dat kan niet. Blijkbaar. Die had ik liefst gehad. Maar Ten Hag, dat lijkt me onwaarschijnlijk, toch? Nee, maar ik bedoel, die had ik er werd over gesproken. Die zou ik liefst hebben. Ze gaan waarschijnlijk door wel met Ten Hag. Al is Ten Hag wel in gesprek met Bayern München ook, blijkbaar. Ik weet niet of hij in gesprek is. Dat stond in de wandelgangen hoor je dat wel, maar alles wat in de wandelgangen gezegd wordt, maar daarom zijn wij dan weer dit programma. Moet je niet geloven. Om de mensen dat te vertellen. Ja. Nee, maar hoe Ten Hag het er nu doet bij United, Michel, ben je daar tevreden over? Nou, weet je, het is een hele lastige club en hij heeft met name vorig seizoen heeft hij het echt heel erg goed gedaan. Nou, dit jaar qua resultaat is het natuurlijk wat minder. Alleen. Ik zou hem rustig laten zitten. Hij heeft bewezen dat hij dingen naar zijn hand kan zetten. Ja. En geef hem de tijd. Ja, en dat is vaak wel het grootste probleem in topvoetbal. Dat krijg je vaak niet. Helemaal in Engeland natuurlijk. Ja. Ja. Roy, een nieuwe trainer bij Ajax. Nu zit Van het Schip daar. Die heeft het tijdelijk natuurlijk overgenomen. Hoe heb jij gekeken op naar het seizoen van Ajax onder Van het Schip? Ja, die heeft wel een natuurlijk leiderschap, denk ik. Dat heel goed te zien is, dat afstraalt op die jongens. Dus in die zin heeft het rust gebracht. Ja. Meer kan ik daar niet over zeggen als buitenstaander. Nee. Ik vind het wel jammer voor het Nederlandse voetbal dat dit zo gebeurt. Ja. Maar logisch dat Ajax op zoek gaat naar een nieuwe trainer, toch? Ja, dat is heel logisch, ja zeker. Je bent geen fan van het Schip, volgens mij. Nee, ik ben geen fan van het Schip. Je vraagt allemaal dingen vandaag waar ik net geen fan van ben, dat is ook wat. Nee, ik ben geen fan van het Schip, dat is me zorg ervoor dat je eruit komt als een dictatuurpruim. Dat is me te vrijblijvend. Ja? Ja, dat is me te vrijblijvend. Maar waarom? Ja, ik heb hem hier bij Twente wel meegemaakt. Ik vind John van het Schip een hele aardige man. Mm-hmm. En wat hem overkomen is, zijn vrouw wordt steeds naar voren gehaald, dat hij daarom erin gestapt is. Dat is allemaal heel erg. Maar hij heeft niet in mijn ogen het overwicht op jongens om dat uiterste uit te halen. Tactisch vind ik hem niet geweldig. Hij heeft 6-7 keer een ander systeem gespeeld met dezelfde jongens. Nou is het kwalitatief niet top bij Ajax wat je hebt. Maar je zou ook een keer naar een vaste 11 kunnen werken. Dat je zo vaak ziet dat je denkt, nou dan ga ik een keer met... Maar ja, het is allemaal half. We hebben het vaak gezegd, Mansveld, Tahir of iets. Forbes, Guy. Het is allemaal Fortuna, RKC kwaliteit. Het is niet beter. Hmm. Dus om er wat van te maken... Is wat moeilijk, maar ik zou wel een keer met een vaste 11 en een vast systeem. Hato links centraal, links back, hangend links, overal. Sosa erop, Sosa eraf, Kai erop, Kai eraf. Alles door elkaar, iedere keer. Mm. We gaan het hebben over RKC niveau, want we gaan het even hebben over de wedstrijd van Heracles tegen RKC. Zettende dompen voor Heracles, die aan gelijkspel genoeg hadden gehad voor Lijsbehoud. Hoe kon RKC zo ruim zegevieren, Vincent?
Dat lag hem voornamelijk wat mij betreft in het feit dat Heracles het veld veel te groot maakte. En op het moment dat Heracles tegen een betere tegenstander speelt en dus in de omschakeling kan spelen, hebben ze makkelijker met spelers als Vajinovic op middenveld, de Keersmaker. Nou, ze spelen al een hele tijd met Grustic aan de hangend, hè, die hier de ruimtes moet opvullen. Maar wat ze nu deden, en dat de Schepenman moest dat samen doen met Hornkamp, druk zetten in deze ruimte. Zo, kreeg je dus ook heel veel ruimte hier. En ja, daar kon RKC ontzettend eenvoudig onderuit voetballen. Daar kwam Grušić hier veel te laat. De Keersmaker moet dan hele grote ruimtes belopen. Ja, Vinovic kan dat niet meer. En daardoor speelde RKC heel eenvoudig vanuit het middenveld. Deze kant op konden ze aan de rechterkant komen. Seuntjes, die niet van zijn loopvermogen moest hebben, werd op een gegeven moment nog gewisseld met Min. He, die wisselde van positie. Nou ja, ga je hier lekker spelen. Bakboord, die hele grote ruimtes dekte. Ja, en ze kwamen er eigenlijk geen enkel moment, kregen ze de druk erop, waardoor RKC echt een walk in the park had. En we hebben het wel eens eerder over gehad. De drie punten van Vitesse, ik heb het volgens mij nog van het weekend. He, daar mogen ze Bas Nijhuis nogal dankbaar voor zijn, maar die komen straks goed te paar. Die hebben ze straks nodig. Haal die drie eraf en dan raken ze aan de na-competitie gespeeld. Ja. Maar dit was echt heel matig. En dan volgende week op kunstgras bij Excelsior. Ja, ik moet het allemaal nog maar zien hoe dat gaat. Volgens jou mag Heracles wel een bloemetje naar Nijhuis sturen. Dus. Nou, dat zou ik doen als ik maar een Vincent, andere... vanavond speelt NEC ook nog tegen Excelsior. Excelsior. Ja, dus bij NEC als NEC die wint, want die krijgen een hele grote bonus van als ze Europees halen van Marcel Boekhoorn. Ik denk dat ze allemaal zo'n koala-beertje in houden krijgen. Van Marcel de vraag is natuurlijk alleen een beetje... Een beetje bij NEC, hoe komen ze uit die bekernederlaag? Hè? Ze hebben natuurlijk verloren bij AZ vorige week. Dan nu, hoe werkt dat door? In een wedstrijd waar ze bij Feyenoord niks minder waren. Dat is even de vraag. Aan de andere kant, Excelsior is echt heel matig, de tweede seizoenshelft. Dus waarschijnlijk wordt de redding dat ze die punten niet nodig hebben. Maar ik zeg, haal die drie punten eraf bij Heracles. En het is ook zo onrustig in posities. Ik bedoel, nou is Nick Schepenman weer de man. Bruin, die het eigenlijk prima deed, die juist beter ging spelen met vastigheid op 10. Hè, met buitenspelers, waar ze in een keer Grustic weer als buitenspeler gingen opstellen. Het is zo onduidelijk als we het hebben over kies een formatie, hoe speel je, wat zijn je spelprincipes en ga daarmee door. Dan waren zij al lang en breed veilig geweest. Alleen ja, er lijken andere invloeden te spelen. Willems die dacht van ik heb mijn contract weer geleverd, laat ik de bal nog even teruggeven. Hij leverde alles in. Het levert alles in, ja. En we hadden het er voor de uitzending al even over. En dat is dan misschien een psychisch punt. Hoe speelt het mee dat 5, 6 jongens die wel weten die weggaan... Ja, hoe staan die nog in het veld? Hebben die nog de maximale drive van het maximale eruit te halen? Ja. En de rest is niet goed genoeg? Nee, daar ben ik met jou eens. Er zijn een aantal die niet goed genoeg zijn op dit niveau. En Vajinovic en Bruns, ja, die waren, hebben hun sporen verdiend. Ja. Maar op dit voetbal te spelen, wat Heracles moet spelen... waar je minder de bal hebt dan de tegenstander, ja, vind ik dat zij wel tekort komen met hun leeftijd. Top, dankjewel Vincent. Vincent beaamt je eigenlijk wel, wat jij net in het begin natuurlijk al zei. Ja, Vincent en ik zijn het wel vaak eens. Ik merk het. Nee, maar het is gewoon Schepenman op 10, kan toch niet? Nee. Jongen heeft een grote pas, dat is niet normaal. Dat is net Kolweek vroeger bij NEC. Ik ben het wel eens met Michel. Dus het begint tijd het, geven, maar dan moet ik hem op 6 of 8 gebruiken. Op 10 kan die niet. Dat als hij bij de goal is, is kerst. Dat kan niet. Hij moet gewoon een snelle, dus Bruin heeft snel voetenwerk. Dat zou kunnen als ik die laat staan en geeft hij even wat langere kansen of een andere speler. Ja. Maar Schepenman moet 1 positie terug. Michel, jij was er gisteren zelf bij. Daar ben ik wel met hem eens trouwens. Ja? Ah, Michel, bedankt. We hebben iets jongens. Ja, geef elkaar een hand. Ik vind hem ook niet een team. Nee? Nee, dat kan niet. Dat is... Maar hoe heb jij verder naar het spel gisteren gekeken dan? Ja, eigenlijk best wel. Ik vind Heracles sowieso een team wat heel weinig vertrouwen uitstraalt. Mm-hmm. Dus met name van achteruit ook. Als je praat over balbezit. Zeker als je Seuntjes bij RKC bij de drie voorwaartsen hebt. Ja, kun je altijd ergens overtal uitspelen. Want die doet niet zo heel veel als ze de bal niet hebben. Ja, ja daar hebben ze, vind ik, veel te weinig mee gedaan. Sowieso vanuit het centrum met de centrale verdedigers. Om eens een keer 1 vrij te spelen, erin te gaan. En verder is het heel steriel. Dus het is allemaal heel voorspelbaar. En maar is dat dan niet praat iets ik van over gisteren. Ja, ik wil het zeggen. Ja. Maar het is niet iets van de afgelopen periode. Zwolle ook al. Nee, ik zeg, dan praat je echt over zeg maar de wedstrijd van gisteren. Was heel steriel. Een beetje. Ja. Ja, er zat
heel weinig in. Dus in het Zwolle dan ook, maar daarvoor viel dat mee, toch? Ja, ja, uiteindelijk gingen ze eigenlijk naar direct veilig spelen. En nu komen ze weer in een situatie dat je weer met de billen aan elkaar. Volgens mij worden ze wel een beetje gered, niet alleen door Bas Nijhuis, maar ook door het programma. Want volgens mij moeten zowel RKC als Excelsior de laatste wedstrijd uit naar Feyenoord en PSV. PSV, ja. Ja. Dus ik denk dat ze zullen daar ook wel enigszins gered worden. Ja. Maar je ziet gewoon dat en dat zal ook zeker te maken hebben met een stukje historie van twee seizoenen geleden. Ja. Van ja, het zal toch niet. En ik vond het gisteren heel angstig, heel voorspelbaar. En RKC die speelde eigenlijk in een speeltuin. Maar het balletje kan raar rollen, dat weet jij ook, Michel. Maar je hebt er wel vertrouwen in. Ja, ik ga er 100% zeker dat los. Ik heb niet zo heel veel vertrouwen op dit moment in Heracles zelf, maar wel in alles eromheen. Dus als je kijkt naar zeg maar, datgene wat ook bepalend kan zijn in wel of niet erin blijven, daar heb ik wel heel veel vertrouwen in. Roy, welke kans is groter dat Twente vieren wordt uiteindelijk of dat Heracles nog gaat degraderen? Dat Heracles is nog gaat degraderen. Ja? Die kans is denk ik groter. Met andere woorden, ik denk Twente dat... Twente redt het. Ja. Maar precies wat Michel zei, dat is 2 jaar geleden ook zo gebeurd. Toen stonden ze er ook wel aardig oké voor. Hing de vlag al bijna uit. Maar als we kijken naar het programma wat Michel net ook al zegt, verwacht jij dan nog dat hier iets gaat gebeuren? In negatieve zin? Nee, maar ik denk dat Twente derde wordt. Ja. Dus dat was de keer van Twente. Nee, en ik gun het ze ook niet dat ze degraderen. Ik bedoel, het is een club uit Twente en die gun je gewoon dat ze in de Eredivisie voetballen. Eens? Kijk, want wat Michel goed zegt, PSV en Feyenoord. PSV wil het record van 72 van Ajax verbeteren. Dus die gaan vol gas die winnen die twee al. Dus het programma is in het voordeel van Heracles. Ook al zouden ze zelf die twee verliezen, denk ik nog dat ze het redden. Ja, ik ook. Ik ook. Ja, zijn we het toch nog eens, Michel? Ja, ja. Twee dingen alweer. Schepenman, dit alweer. We gaan langzaam naar het volgende einde van week het programma. En jullie, ik merk dat hier iets ontstaat. Dat is fijn. Ja. Dat gaat heel lekker. Ik voel me naar de mediator eigenlijk een beetje zo in de midden. Ik kon altijd goed met Michel. Of niet? Ja, kon altijd goed met elkaar. Niet eens. Nee, daarom nee, zeker. Daarom. Ik ben daar wel heel blij. Ik ben blij dat iemand aan tafel zit die dat geen probleem vindt dat je niet met elkaar eens bent. Dat zou wel een keer fijn zijn als... Hoeft niet per se, maar zo is het zo. Nee, klopt. We vroegen onze gast van vorige week, René, ook nog eventjes wat hij van de wedstrijd vond. Ik heb voorhand duidelijk het belang van deze wedstrijd. En dan, het resultaat is duidelijk. Wat overheerst? Ja, wat je zegt, je hebt het voor de wedstrijd daarover hoe belangrijk deze pot is. Voor de club, voor de supporters, voor iedereen eigenlijk. Het is gewoon schandalig dat je zo'n wedstrijd speelt. Ja, werd de druk misschien wel te hoog? Nee, ja, lijkt me niet. Je weet wat je te doen staat. Er hoeft geen druk bij te kijken. Je moet gewoon winnen hier. En dat is het. Er hoeft geen druk bij te kijken, gewoon winnen. Ja, ik denk dat we wel over de hele wedstrijd nog kunnen hebben met de paas van Willems en alle dingen. Maar er is genoeg over gezegd volgens mij. Gewoon winnen tegen Excelsior volgende week. En dan, dat kan ook. Ja. Dat is ook een optie. Dan ben je binnen. En is even avond winnen van... Dat zou nog mooi zijn. Dan is het al helemaal rustig. We gaan door naar de winactie, heren. Wij geven elke week hier wat moois weg. Vorige week gaven wij een gezichtsbehandeling weg van Assink. De winnaar daarvan is geworden Suus. En zij reageert, zou heel graag de schoonheidsbehandeling willen winnen. Aangezien René de vorige keer dacht dat ik een hond was. Ja, toen had ik mijn lenzen niet. Van afstand leek het een soort een foto met een hond erop. Zeg je dat ook niet, René? Nee, maar een foto met een hond erop. Ja. Dacht ik. Ik zeg niet dat zij een hond is, zeker niet. Maar dat ik dacht dat het wie een foto zou bieden. Uiteraard, ik ga naar Suus toe die prijs wegbrengen. Ja, nee, dat is lief van jou. Ik kom naar haar toe. Weer. Moet wel even weten waar ze woont. Ja, Suus, wij moeten nog wel even weten waar je woont. Dus laat even via Instagram of de e-mail weten waar nu we de prijs naartoe kunnen sturen. Nu zie ik het beter, ja. Het is een dame met een zonnebril, zie ik nu. Maar toen leek het net een heel klein fotootje, net of het een... We kunnen wel even inzoomen. De volgende keer zoomen we even in. Dan vragen we van Suus of ze even een foto wil sturen. Precies voor jou. Suus, laat heel even weten via Instagram of Facebook wat jouw gegevens zijn. Want via YouTube kan het helaas niet. Dan zorgen wij ervoor dat deze mooie prijs jouw kant op komt. En dan naar de winactie van deze week. Dat is een bon van Perfect Car Wash ter waarde van 50 euro. Ja, leuk. Ook mooi voor de auto. Ik kan hem ook wel gebruiken. Nog een tijdje niet meer door de auto. Kan ik ook meespelen trouwens? Speel maar mee, hé. Even kijken naar de scheidsrechter van deze aflevering. Maar pas op, Alex Kroes praktijken kreeg. Belangenverstrengeling. Dus handelen met voorkennis. Doe dat nou niet, man. De scheidsrechter zit daar. Dus even vragen. Mag het scheids? Nee. Koop zelf een wasbon.
Zelf was won. Ja. Oké, nou dan zou ik dat wel doen. Maar jullie mogen nog wel meedoen natuurlijk. Hoe doen jullie dat? Laat even onderaan in de comments weten waarom jij deze bon wil winnen. En abonneer je even op 21 Voetbaltijd. Alleen dan maak je kans op deze mooie prijs. Nou, en hopelijk zien we jullie binnenkort in de car wash. Gezellig. Goed, heren, wij gaan voorspellen. Ja, want René, ik ben een puntje ingelopen. Of 3 volgens mij. Maar alsnog maak ik niet zo gek veel kans meer. Is dat 3 punten? Ja, je zat dat vorige week goed. Even kijken, hij zei 2-1 voor AZ. En krijg je dan 3 punten bij als je het goed had? Stand, goed stand hadden we. Scheidsrechter, even kijken. Bij mij was altijd 1 punt. Nee, scheidsrechter, 3 punten. Ja, 3 punten. Bij mij was altijd 1 punt. Nee, zo werkt het niet. Dat is alleen wanneer je de club goed hebt. Heren, elke week probeer ik te winnen van René. René die staat tot het hele seizoen voor, maar we naderen het einde. En we zitten hier ook met 2 gasten natuurlijk. Dus dan mag ik ook 2. Hij zet alles in om maar te winnen. Alles, 2 gasten. Ik wil winnen van René Wagelaar. Als je de uitslag goed hebt, in de zin van de club goed of gelijkspel, dan krijg ik 3 punten of René. Mocht je de stand helemaal goed hebben, dan krijg je 3 punten. Dus of 1 punt of 3 punten. Dan ben ik benieuwd. FC Twente tegen Volendam, Michel. Mag ik dus 2 uitslagen, René? Ja, joh, jij doet maar. Nee, okay. Ik gun jou de overwinning. Dat vind ik mooi, dit. Als jij het eten maar betaalt, mag jij de credits. Ik ga voor een ruime overwinning, 4-0. 4-0 voor FC Twente. Ah, dit is niet normaal, maar dan zal ik je vertellen. Nee, nou komt het echt waar. Ik doe tegen Vincent, doe ik met de handen zo wat ik wil gaan zeggen. Ik denk om dat te voorkomen. Zo, echt waar, 4-0. We zijn het weer eens. Dus ik ga nu echt... Ja, ik ga echt 4-0 zeggen. Dit keer ga ik er niet van afwijken. Eerst Roy. Oh ja, sorry. 3-1, 4-0. Ja, ik ga 4-0. Ja, ik ga 4-0 doen, hè. Dat wil ik. Ik ga niet elke keer omdat het gast anders zegt. En dan Excelsior tegen Radio Glitsen. Ja, toch een beetje chauvinisme. 1-3. 1-3? 1-2. 1-2? 2-1. 2-1. Oké, nou ja, daar kan ik nog mijn puntjes halen. 2-1, daar kun je de puntjes halen. 2-1 ik veel zo. Goed, heren, we gaan jullie bedanken. Hartstikke bedankt voor jullie komst. Leuk dat jullie er waren. Ik wil nog even zeggen tegen Roy. Ja. Roy, jullie hebben een perfect programma bij Oakland ook zeggen. Dat doe ik elk jaar ook. Dat is de gezondheidscheck. En dat is de sportmedische keuring. Ja. En die wil ik binnenkort eens even ook jou laten zien daar. Is dat alleen voor ouderen of nee, is dat ook voor... Nee, net juist voor sportief actieve mensen. Nou, dankjewel. Nou, dat is zo goed. Staan om nog beter te worden. Ik wist niet dat het zo goed opviel, die spierballen van mij. Maar, dat komt door het jasje. Oh, dat is het. Maar echt, er wordt alles gecontroleerd. Fietsen onder, terwijl je hartslag of dinges wordt gemeten uiteraard. De longinhoud, bloeddruk, zeg ik goed, Roy. Hè. Oh. Maar je hele lijf, zeg maar. Maar ik wil dat zonder gein nooit proberen. Serieus, dat is een check-up. En dat moeten ze, als ze daar veel meer gaan doen, heb ik Roy al gezegd. Daar willen zoveel mensen wel. Want het is een soort van momentopname. Cholesterol bijvoorbeeld. Maar alle dingen die je daar... Even gezondheidscheck toch? Ja, voor bodyscan-achtig. En ik weet wel dat je hard ook de volgende dag kan. Ja. Maar het is wel een update van... na zeg maar 3-4 minuten... Ja. Ben ik dan alweer hersteld? Of hoe lang duurt het voordat ik weer op de normale hartslag zit? Ja. Al dat soort dingen. Ik vind dat ontzettend goed. En kunnen ze veel meer uithalen? Moeten ze niet? Kunnen ze veel meer uithalen? Roy, ik vraag zo meteen even je nummer. Dan ga ik even een afspraak maken. Je bent welkom om een keer langs te komen. Oh, dat is lief. Dankjewel. En Michel, ik weet niet wat jij kan bieden op dit moment voor ons. Een lesje misschien? Nou, je kan een keer leuk bij Dato komen. Dan komen wij een keer langs. Kunnen we René een keer vertellen hoe voetbal werkt. Leuk voor heren, nogmaals bedankt. René, jij bent er volgende week wel. Ik helaas niet. Ik ga even op vakantie. Ja, naar Marta, hè? Ja, ik ga naar Marta. Naar mijn vriendin. Arme meisje. Nou, hoe zou dat nou weer? Dat is hartstikke leuk. Hoe lang heb je haar niet gezien? Ik heb haar 4-5 maanden niet gezien uiteindelijk. Dus, maar goed, jij zit hier volgende week met Dominique Scholten. Veel binnen blijven, hè? Hey, veel binnen. Volgende week, ik ga er niet over hebben. Jij zit hier volgende week met Dominique Scholten. Ja, Dominique en Julian. En Julian, ja. Hartstikke leuk. Nou, hartstikke veel plezier daarmee. Doe ze de groeten. Jullie bedankt voor het kijken. Vergeet ons even niet te volgen op YouTube. Abonneren dus. Op Spotify, Instagram, TikTok en Facebook. Bedankt voor het kijken. En voor mij tot over 2 weken. Maar voor jullie tot volgende week. Doei. We'll